virus kan maar profiteren van ons menselijk gedrag. Dus wij hebben de sleutel in handen. En de maatregelen die er zijn, zijn eigenlijk om die sleutel te kunnen gebruiken. De reden waarom dat universiteit in code oranje is opgestart, is omdat we eigenlijk al een stijging zagen voor de opstart van het academiejaar. En we verwachten eigenlijk wel op dat ogenblik dat een verdere exponentiële stijging zou worden de volgende weken. Wat nu bewaarheid is geworden natuurlijk, vandaar dat we ook naar code rood zijn overgeschakeld. Per dag vullen we nu één klein ziekenhuis in België. Dus je weet dat er een 60-tal ziekenhuizen zijn in België en dat die groei nog exponentieel is. Ja, dan weet je dat je binnen 2 weken dat het gewoon vol ligt. En dan kunnen we niks meer doen. Dan zouden we potentieel naar toestanden zoals in Italië kunnen gaan, zoals in de eerste golf. Dus enerzijds kun je berekenen dat 1 geval van COVID tussen de 1,3 tot soms zelfs 3 nieuwe gevallen zal veroorzaken. Dat wil zeggen, als je start met 1 geval op week 1, dan heb je de week erna 3 gevallen bijvoorbeeld. Heb je de week erna 9 gevallen, heb je 81 gevallen enzovoort enzovoort. Dus dat stijgt enorm snel. En dan heb je binnen de kortste keren tienduizenden, honderdduizenden gevallen als je er niks zou aandoen. We weten al veel over het virus, maar eigenlijk weten we nog te weinig over het virus, hoe dat het precies gaat. Er is ook de tijd voor en na de lessen, waar dat dan die afstand van 1,5 meter niet altijd kan gerespecteerd worden. En die studenten gaan dan terug naar huis, gaan hun ouders zien, gaan hun grootouders zien. En zo verspreidt het zich gewoon razend snel. En we zitten nu echt in die exponentiële curve. Dus er zullen zeker ook events zijn waarin dat verspreid is bij de studenten, ongetwijfeld. Ik denk dat de basisboodschap van alle rectoren eigenlijk dezelfde is. Wij zitten in met de studenten, we zitten in ook met de mentale gezondheid. Vanuit infectiologisch standpunt hadden wij eigenlijk al gezegd van begin september dat meer strenge maatregelen en zelfs eventueel een code rood nodig zou zijn om dit tegen te houden. Als je mij vraagt, wil je teruggaan naar je normale sociale contacten die je hebt, wil je teruggaan op restaurant, wil je teruggaan op café, wil je die familiefeestjes terug opnieuw? Ja, uiteraard wil ik al mijn familieleden eens zien, ook de meest kwetsbare, uiteraard. Maar ik weet dat nu niet mogelijk is. Wij moeten allemaal dat offer maken. En je moet het niet doen voor de gezondheidswerkers, en je moet het niet doen voor de patiënten in de ziekenhuizen uiteraard. Maar het gaat vooral ook over, en dan zeker voor de studenten, het gaat over de ouders, het gaat over de grootouders en dergelijke meer. Ja, die zijn at risk. We kunnen zeggen van we gaan eerst alle data genereren in deze pandemie en dan gaan we eens een beslissing nemen. En als wetenschappers zouden we niks liever doen natuurlijk dan eerst de data te gaan genereren. Maar jammer genoeg hebben we niet echt die keuze. Want als ik dan als arts moet spreken, ja, dan weet ik dat ik binnen 14 dagen hier een ziekenhuis heb die vol ligt met COVID-gevallen. De gezondheidszorg, dat is de laatste stop, hè. Wij zijn eigenlijk het gevolg. Wij dweilen een beetje met de kraan open. Wij zijn niet de oplossing. De artsen, niet de ziekenhuisbedden, niet de intensieve zorgbedden. Het is de maatschappij, het zijn de studenten zelf die de oplossing zijn.